Hoi allemaal, mijn naam is Leila. Ik gebruik die en hun voornaamwoorden en vandaag ga ik even een transterm uitleggen. Vandaag ga ik het even hebben over de termen passing en stelt. Passing is een term die door trans mensen wordt gebruikt om aan te duiden dat de persoon die past, dat het niet aan hen af te lezen is dat die persoon trans is. Voor een trans man zou dat dus betekenen dat die wordt gezien als cis man en voor een trans vrouw zou dat betekenen dat ze wordt gezien als cis vrouw. Passing is een beetje een controversiële term binnen de transgemeenschap, omdat niet iedereen kan passen en niet iedereen wil passen. Maar passen is zeker ook wel een doel voor sommige mensen in hun transitie, omdat het kan zorgen voor bepaalde privileges en ook voor veiligheid. Trans mensen maken namelijk veel transfobie mee op straat, in de sportschool, op het werk, op eigenlijk alle plekken. Dus als iemand kan passen, dan zorgt dat er ook voor dat ze die transfobie minder ervaren. Sommige mensen die passen, die kiezen er ook voor om stelt door het leven te gaan. Dit betekent dus dat iemand niet meer openlijk trans is en niet aan mensen vertelt dat die persoon trans is. Dit is ook een controversiële term, omdat de term stelt kan klinken alsof iemand iets probeert te achterhouden of iets probeert niet te vertellen, terwijl dit natuurlijk niet zo is. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld iets verder zijn in hun medische transitie en daardoor het trans zijn niet meer zien als onderdeel van hun identiteit. Je kan dan bijvoorbeeld ook zeggen, ik ben een man met een trans geschiedenis. Dus er zijn heel veel verschillende ervaringen hierbinnen. Het is denk ik wel belangrijk om te weten dat deze termen vaak binnen de gemeenschap worden gebruikt. En het is ook geen compliment bijvoorbeeld om tegen iemand te zeggen, oh jij past zo goed. Tenzij misschien die persoon eerder heeft aangegeven van, oh ik zou heel graag beter willen passen. Het is wel belangrijk om je te realiseren dat als je een cis persoon bent, dat je deze termen niet echt moet gaan gebruiken. Misschien af en toe, maar ik zou het niet aanraden om die termen zomaar in je zinnen te gaan gooien. Want het zijn dus best wel controversiële termen en die worden ook vaak door mensen zelf gebruikt om hun eigen ervaringen te omschrijven. Thanks voor het kijken naar deze video van Kutmannen. Alles in het scherm is klikbaar. Wil je nou toevallig meer van ons zien? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal. Volg ons op Instagram en like ons op Facebook. Steun ons op Patreon en kunnen allemaal mooie dingen doen, zoals meer binding giveaways. En daarbij, als je zegt van, hey, ik kan jullie per maand steunen, dan heb ik ook een donatielink onderin. En dan kun je ons gewoon geld geven en je zin in hebt. Bedankt voor het kijken weer en tot de volgende keer. Doei. Later. Hou van je.